Op het presidentieel paleis heeft op woensdag 9 september 2020 de installatie van een werkgroep plaatsgevonden. Het betreft een commissie die een inventarisatie moet plegen van ontplofbare en of gevaarlijke stoffen, alsook advies op dit stuk aan de regering moet uitbrengen. De werkgroep wordt geleid door Melvin Linscheer, terwijl Dennis Kamperveen is aangewezen als ondervoorzitter en woordvoerder. Wij brengen nu een verslag. Deze werkgroep gaat zich sterk maken om veiligheid te brengen in Suriname. Omdat de president heeft ook aangegeven bij de installatie dat die werkgroep 3 maanden tijd heeft. En we gaan zaken doen die op korte termijn zichtbaar zijn, zodat het volk zich veilig voelt. En alle actoren binnen die hiermee bezig zijn ook gaan worden bij betrokken. Zodat we op die manier ook op korte termijn acties kunnen ondernemen. U zegt korte termijn acties zullen ondernemen, maar wanneer de inventarisatie hiervan is gedaan, wat zal het vervolgtraject zijn? Natuurlijk wetgeving. We gaan ook protocollen vastleggen ten aanzien van opslag, import, export, ten aanzien van transport, ten aanzien van handel, ja, ten aanzien van ook controle enzovoort. Nou, de werkgroep zal een inventarisatie doen van alle gevaarlijke stoffen, chemicaliën en ontplofbare middelen die in Suriname aanwezig zijn. We gaan inventariseren de hoeveelheden, de soort en natuurlijk de wijze waarop ze zijn opgeslagen. Uit hoeveel leden bestaat de werkgroep? De werkgroep bestaat uit 11 leden. Dat zijn allemaal afgevaardigden van verschillende ministeries die een verantwoordelijkheid hebben op dit stuk. Moet de wetgeving ten aanzien hiervan veranderd worden? We gaan dat inventariseren en waar nodig gaan we het aanvullen of veranderen. Elk ministerie is belangrijk. Justitie, defensie, economische zaken, NCCR, Directoraat Nationale Veiligheid. Alle ministeries hebben een verantwoordelijkheid. De ene doet vergunningen, de andere is verantwoordelijk voor milieu, de andere is verantwoordelijk voor opslag. De ander doet controle, et cetera. Dus alle ministeries zijn even belangrijk op dit stuk. Er ligt er iets geruime tijd om verschillende redenen verschillende stoffen opgeslagen, deels in beslag genomen zaken. Anderzijds zijn het chemicaliën en explosieven die gebruikt worden, onder andere in de mijnbouw. En die worden legaal geïmporteerd en die zijn opgeslagen. En wat wij nu gaan doen is gaan inventariseren hoeveel er ligt. Hoe is het opgeslagen? Moeten de protocollen moeten worden aangescherpt? En in elk geval gaan we werken naar wet en regelgeving. Samenleving mag rekenen op veiligheid, want ik zeg zonder veiligheid geen ontwikkeling, zonder veiligheid geen democratie.